Goedemorgen. Oh, ik heb niet zo heel best geslapen. Ik ben zo zenuwachtig. Zo stom, hè? Nou ja, ik hoop gewoon dat vandaag een hele leuke dag wordt. Ik denk het wel. Het is nu 8:45. Ik was om, weet ik veel, 7:45 of zo was ik uit bed. Ik ga me zo lekker aankleden. En dan eventjes horen. Oh, ik word al geappt. Misschien is dat mama al. Ja. Nou, dan even kijken wat we nog moeten voorbereiden straks. En dan neem ik jullie mee als ik Laura ga ophalen. Echt heel erg veel zin in. Dus jullie gaan het zien vandaag. Maar nu ga ik eerst even mijn koffie opdrinken en me verder in orde maken. Zo, ik ben er klaar voor. Ik heb een roze jurk aan en even mijn jasje eroverheen, want ik ben net even weg geweest. Ja, nu is het wachten tot we weggaan. Het is 10:00. Over een half uurtje dan ga ik die kant op. Mijn vader die gaat even mee, want mijn zus is op de fiets naar de werk. Ja, die fiets moet wel terugkomen en die past niet bij mij in de auto. Dus papa gaat op de fiets terug. Dus dat is helemaal leuk. En ik dacht dat ik hem niet meer binnen zou krijgen. Maar de bekeuring is er hoor, jongens. Helaas. Ik ga dat allemaal later laten zien. Ik ben nu veel te nerveus om te kunnen vloggen. Maar ik wilde jullie even laten weten dat ik er klaar voor ben. En dat ik jullie straks zie bij Laura. Nou, we zijn nu vlakbij. Mijn vader is even... Oh, dat had ik al verteld, hè, dat hij mee is om de fiets op te halen. Die is nog even binnen in de winkel. Want die moest gelijk even wat boodschapjes nog meenemen. Die zet... dan hier in de auto en dan gaan we daar naartoe, want dat is het pand waar ze werkt. En dan gaan we erover vallen. Dus nou, dat wordt echt super, super leuk. Daar komt ie. Ja, een hele goede morgen. Dit is een overval. Ja. Wat nou weer dan? Ja, je bent aan het werk, hè? Ja, zomaar. Maar dat gaat even lekker niet door. Ja, nou, dan heb je pijn. Dames en heren, deze dame gaat binnenkort trouwen. En we gaan er vandaag overvallen voor de vrijgezellen. Ja, ja. Joehoe! Wij hoeven werken. Jee, jij hoeft helemaal niet te werken. Helemaal niet te werken. Ja, jij anders zijn alleen. Ik ga het oplossen. Ja, ja schat. Niet huilen. Ja, ik weet dat huilen. Ja, dan gaan we allemaal huilen, dus doe dat even lekker niet. Ik sta de godsganse tijd op die klok te kijken. Ja, waar blijven ze nou? Nou, dat kent toch niet. En jij dan? Nee, dat is allemaal geregeld. Komt helemaal goed. Ja, jij denkt dat we dit niet hebben voorbereid natuurlijk. Wat denk je zelf? Ik kan ook niet tegen Laura hoor. Ja, jammer joh. Nou. Kom er even bij, zou ik zeggen. Ja, ja, ik neem het over. Ja, nee. Ja, ga jij dan nog? Dat ga ik meestal doen. Ik kom zo verheugd vandaag. Nou, we kunnen je ook hier laten. Dat wordt veel leuker. Welkom op je vrijgezellenfeestje. Nou, wat leuk. Ik heb er niks mee te maken, want ik ben weg. Die mag uit. Hoe vind je het? Ja, ik had niet verwacht. Nee, hè, dat dacht ik al. Nou mag je jezelf even filmen. Oh, gezellig. Hallo allemaal. Want? Nee, die ga ik niet, dan moet ik die omdoen. Nee, ja, natuurlijk moet jij die omdoen. 12:50, dan help ik de rest. Bright to be. Oh, nee toch. Of die maar weer aan mij. En mijn fiets staat hier ook nog. Ja, waarom denk je dat papa erbij is? Die gaat op jouw fiets mee terug. Super, alsjeblieft. Even je hand erdoor. Ja. Prachtig. En jij wist dit gewoon. Nee, totaal overdonderd. Nou, heb je er zin in? Ja. Goed zo. Denk het wel. Ben je er klaar voor? Ik ga deze even uitzetten. Goed. Eerste reactie. Eerste reactie, ik moet nog even bijkomen ervan. Ja, moet je er van bijkomen? Ja. Ik denk, ik ga gewoon lekker werken. Ik had er zin in, maar... Helaas. Helaas. Ben je benieuwd wat we gaan doen? Ja. Vertel maar. Dat ga ik niet vertellen. Oh, nou. Ik ga je een klein beetje vertellen hoe of wat. Nou, oké. Maar dat doe ik ze zonder de camera. Is goed. Dan hou ik het voor iedereen nog een beetje spannend. Oké. Nou. Nu maar wachten tot ze er is. Ga je zeggen? Surprise? 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 Oh, hij moest op naar beneden. Maar ik verstond me bijna. Anders moet je op de sociale media gewerkt. Dus dan kan je niet meer bespreken. Ik denk dat mij ook helemaal niet meer gewerkt. Ik heel goed. Ze begonnen elke ochtend bij me over te gaan. Ik denk, oh, help, alsjeblieft, help. Ik had op een gegeven moment weer zuiver om te gaan zeggen. Ik kan beter niet zo op één keer. Surprise! Oké. En nu? Mag ik nog doorgaan? Mij wel. Zullen we 5 rondjes gaan houden? Ja, is goed. En het heeft met trouwen te maken, hè? Alles heeft met trouwen te maken. Ik heb even een blackout. Heb ik... Condition kan het. Heb ik zwart haar? Kan. Om je voet? Nee. Ook niet. Dat is wel een goeie om het zo af te doen. Ja. Zit op je nek? Ja. Dat wel. Ja. Is het een stropdas? Ja! Nee. Nou, ik zou zeggen begin. Ben ik een mens? Nee. Ben ik een ding? Ja. Heb je een ringzuster? Pingeltje? Ja. Dat was het niet. Ik ben een ding. Ben ik de bruidstaart? Zo. Ja, zo. Ja, dan. Hoe dan? Wat denk je dan mee? Of nou, als ik elke proeverij moet gaan meedrinken, dan word ik niet oud. Dus dat gaan we niet doen. Nee, ik ga jullie lekker laten proeven, want ik heb natuurlijk uiteraard al geproefd wat ik meegenomen heb. En nou, eigenlijk een groot deel van deze wijn die we vandaag geproefd hebben, hebben we ook zelf geïmporteerd. Grape Wine is importeur van wijnen. En daarnaast werken we ook samen met een aantal importeurs. Dus we hebben eigenlijk een assortiment van 230, 250 verschillende wijnen. Mousserend, wit, rood, rosé, wat zo gek niet bedenken. Zoet. En vandaag hebben we verschillende wijnen meegenomen. Ik zal iets wat vertellen over hoe en waarom ik begonnen ben in de wijn. Want dat is eigenlijk wel een gek verhaal. Ik heb 10 jaar lang in de bloem- en plantenbranche gewerkt. Ja, heel wat anders. Heel wat anders. Had wel te maken met groeien en bloeien en dingen, zeg maar, landbouwproducten toch veel. Ja, ik heb ook wel een kijkje. Als we gaan heilige wijn. Dus veel proeven kopen. Dat is ook wel zo, hè? Dus dat was misschien voor een fles wijn was het dan toen al heftig. Ik heb een vraag. Ja? Dat was niet te drinken. En als je klaar bent, dan ga ik vragen. Maar toen zo'n keer. Hele wijn is toch een glaasje. Kijk, het is gewoon rotzooi. En als je een ander hebt, dan is die weer. Dat is kwaliteit. Kun je het even ophouden, mevrouw? Het is een soort middel voor stof die is. Dank u. Morgen. Nou, dat was echt een leuk vrijgezellenfeestje. Het is niet per se laat geworden, maar zullen we maar zeggen. Maar goed. Het is 11:30. Ik heb heerlijk geslapen. Ik ben al wel een poosje wakker hoor. Ik denk 1,5 uur of zo. Maar mijn camera lag nog bij mijn ouders. En tenminste mijn camera niet, maar mijn kaartje en mijn laptop en zo. Die hebben ze net even afgegooid. Dus ik ga vandaag ook even de weekvlog maken. Want die is vanochtend niet online gekomen. Omdat ik gewoon er niet aan gedacht had dat ik dat natuurlijk gewoon niet gisteravond kon doen. Nee, maakt niet uit. Die komt dan een dagje later. Ook niet erg. Vandaag is het moedertjesdag. Dus fijne moederdag voor alle moeders. En sterkte voor iedereen die... Ja, voor wie moederdag toch altijd een beetje lastig is. Want dat heb je helaas ook. Ik ga vanmiddag ook naar mijn moeder. We gaan lekker pannenkoeken eten. Heb ik begrepen. Dus nou, dat heb ik een cadeautje voor haar gekocht. Dat ga ik straks even inpakken. En dan gaan we het zien. Laura en Roy komen sowieso ook. Ik geloof dat Robert en Wies met de kinderen ook nog even komen. Maar ik weet niet of we daar allemaal tegelijk zijn. Maar goed, dat merk ik vanzelf. Dus ja, nou, hopelijk hebben jullie ook genoten van de beelden van gisteren. Ik heb niet super veel gefilmd, omdat ik ook gewoon ja, wilde genieten van de dag natuurlijk. Maar de beelden die zijn gemaakt zijn hopelijk heel erg leuk. Dus nou, nu ga ik even mijn koffie opdrinken en ja, van de dag genieten. Zo, goedemiddag. Nou, het is maandag. Waarschijnlijk hebben jullie het aan het beeld hiervoor wel gezien. Ik had gisteren echt zo'n ongelooflijke brakdag. Dat er van vloggen gewoon niks meer gekomen is. Ik heb tot 9:30 in mijn bed gelegen. Vervolgens heb ik tot, nou, misschien wel een uur of 3, half 3... stond voor me uit te zitten staren en filmpjes gekeken en verder eigenlijk niks. En daarna ben ik naar mijn ouders gegaan voor moederdag met de anderen. Dat was ook heel gezellig. En toen ben ik naar bed gegaan en heb ik klokje rondgeslapen. Dus dat was mijn dag. Toen zijn jullie ook weer bijgepraat. Maar ik ga ervan uit dat de beelden van zaterdag genoeg waren en leuk genoeg waren om de weekendvlog mee te vullen. Ik ga het straks zien, want ik ga hem sowieso zo meteen maken, denk ik, of morgen. Maar wat ik wel zo meteen ga doen is de weekvlog maken, want die hebben jullie ook nog van mij te goed. Die is zondag niet online gekomen. Ja, ook weer een planningsdingetje, maar goed, gisteren had ik er ook echt gewoon geen puff voor, gewoon echt niet. Dus die ga ik straks lekker op mijn gemakje zitten maken en dan gooi ik hem voor morgenochtend online. Dus dan dinsdag en woensdagochtend hebben jullie die vlogs gezien. En dan ja, zie ik jullie in een volgende vlog weer. Maar niet voordat ik jullie heb bedankt voor het kijken. Ik hoop dat je hem leuk vond. Als dat zo is, doe je duim omhoog. Abonneer je als je dat nog niet gedaan hebt. En nou, tot in een volgende vlog. Doei doei!